Champagne is een feestdrank, met meer dan 340 miljoen flessen die gebotteld worden per jaar en 9000 merken. In het begin werd de champagne gedronken uit de flutglas, nadien uit de coupe en nu is er een tulpglas. Wat is het verschil? De coupe, als men daar champagne mee drinkt, komt de champagne direct op je tong vooraan. En daar zitten de suikerpapillen. Dat natuurlijk zachter smaakt. Bij een flut, als men daar champagne drinkt, komt het in het midden op je tong terecht. En daar zitten andere smaakpapillen. Dit is de nieuwe trend. Tulpglas. Hier gaan we wat champagne in doen. En wat is er nu speciaal aan dit glas? Je zit er een mousseerpunt in. Dat wil zeggen dat vanuit één punt de sprankeling in het glas gaat gebeuren. Wat natuurlijk gewoon fantastisch is.